Vanaf 4 maart kan je in Theater Elkelijk te Antwerpen naar Slisse en César. De hoofdrollen worden vertolkt door Sven de Ridder en Warren Borgmans. Juan Gerlo van Ghost Rockers heeft Joyce Bolens aan zijn zijde als zijn lief in het stuk. Toeval of niet, het lief van Juan luistert naar de naam Tine. In Slisse en César is het Tineke. Juan, jij gaat toch met een soort Tineke spelen. Ja, het blijft toch zo'n beetje binnen de familie dan zo, hè? Ja. Dat was de enige voorwaarde dat het mocht. Ja, dus ik zei van, ja, oké, maar wat is de naam van dat Tineke? Ah, dan is het goed. Ja. Oké, dus dan heb ik direct getekend. Ja. Dus jij hebt nu 2 Tinekes in jouw leven? Ja, even een maand lang 2 Tinekes in mijn leven, ja. Dat is wel, allez, je kunt u nooit vergissen. Nee, voilà. Je hebt Tineke, je hebt gewoon Tine, dat is wel, dat is nog, ja. Ça va, hè? Ja, maar moest je dan ineens Tine zeggen, dan, dat zou nog mee doorgaan. Dat niemand zou zoiets hebben, oeh, wat zegt hij nu? Ja. En thuis dat is ook al een chance. Ja, als ik thuis Tineke zeg, dan zal ze misschien wel even, wat? Ja, dat weet ik niet. Misschien krijg je dan een telefoon ineens. Ja. Tineke. Papa, komt dat? Nee. Sorry, nog 1 moeilijke vraag. Wie is nu de leukste Tine? Ja. Moet ik daar nu op antwoorden? Ja, zeg het nu maar, hè. Ja. Ah, ik krijg het al aan de stok met de D's. Ja, maar ja, ik ken Joyce nog niet zo heel goed, hè. Het is Tineke, hè. Dus, ah, het is Tineke. Nee, dan ga ik toch voor mijn eigen Tine thuis moeten kiezen, hè. Ik snap dat. Maar ik weet dat ik ben, hoor. Maar hij zegt dat niet meer. Anders ruzie thuis, snap je dat, hè?